mijn stem kijken. Dus, nou ja, waar kunnen mensen gaan aan irriteren? Ik vond die Pasen wel leuk eigenlijk. Nou, dan ga ik hem weer over. Wie gaat hem nemen? Wat zeg je? Dani de Wit. Dani de Wit. Dani de Wit, komt ie. Waar staat de auto? Waarom ben ik de stem? Tegen mij hebben we dat gezegd. Er zit helemaal verkeerd, Bert. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe filmpje, oftewel mijn nieuwe vlog. We hebben van de week van alles gedaan. Opgetreden, hier geweest, daar geweest, Tante Pietje geweest. We hebben daar heerlijk gegeten. Optreden op de Roze Kermis was fantastisch. En ja, daarbij hebben we natuurlijk ook nog tv-opnames gehad. En voor de rest was het eigenlijk een hele mooie week. Een beetje sporten, een beetje eten, een beetje drinken. Gezelligheid, een beetje in mijn tuin. Ga je lekker rijden? Nou ja, ik heb zo'n zin in jou. It's gone. Hoe zit het met die bloemengieter? Vertel nog één keer het verhaal. Nou, we hadden natuurlijk een hele mooie bloemengieter ooit. Een Pasen. Een Pasen van een pakket of zo. Ik weet het niet. Ja, er zat een bloemengieter bij en dan wat andere dingen. Of misschien dat er wel een bos bloemen stond, dat weet ik niet. Maar ik irriteerde me jaren aan dat ding. Het past helemaal niet in ons huisje hier. Nee. Dus ik dacht, hoe ga ik dat nou oplossen? Toen was ik op mijn werk bij Partspoint. En daar hebben ze dus een zwarte. Dus dezelfde? Dezelfde, dus ik heb hem omgehaald. Laat zien dan. Dus nou hebben we een zwarte in plaats van die rode. Ja, want ik wist wel dat we een, hoe heet het, een paars had. Oh god, ja, het is precies dezelfde. Ja, maar die andere is echt van het gore paars. Dus nou ja, waar kunnen mensen gaan aan irriteren? Ik vond die paars wel leuk eigenlijk. Nou, dan ga ik hem weer over. Zo jongens, weer een mooie dag vandaag. Ik heb gisteren de tegels allemaal schoongespoten hier. Kijk eens hoe mooi eruit. En we hebben familie Kip. We springen ze helemaal in de lucht van blijdschap, let op. Gezellig even naar zet. Hey, hallo. Nou moeten we alleen nog even weten waar we heen moeten. Onder of bij de roltrappen. Wat was het nou? Nou, wat jij zit. Altijd gezellig, ding. Wie gaat het nemen? Wat zeg je? Dani de Wit. Dani de Wit. Dani de Wit, komt ie. Dankjewel hoor. Heel bedankt, Bill. Fijne avond. Maar waar is de auto? Wacht even. Wil jij vanavond? Ik heb vanavond toch geen avond. Wil jij me even voorrijden? Ik heb geen zin in. Geen zin in. De auto. Vanavond ben ik de stem. Tegen mij heb ik dat gezegd. Er zit er helemaal verkeerd, Bert. Wil jij zo meteen voor mij de deur afmaken? Nee, geen zin in. Je bent toch met die lage rotkar van jou? Waar ik in moet plukken. Gewoon lekker doorsparen. Oh, daar staat hij denk ik, Bert. Doe eens even het licht aan. Ja, ik zie hem al. Ja? Het hele lage, goedkope karretje. Slecht geregeld allemaal dit. Ja, ik loop gewoon achter jou als boerenlul. Er zit een heel verkeerde kootwei hier. Nee joh, nee. Nee, dat is hem niet.
Goedenavond. Goedenavond, Gerard. Alles goed? Ja, lekker met jou. Heel goed. Ja? Ja. Mag mijn dochter met je foto? Zeker. Lekker, ja. Een fijne avond nog. Ja, we gaan ze optreden bij de opening van de Roze Maandag. Maar we hebben alleen maar file gehad, Henk. Ja, alleen maar. En Henk is heel blij dat hij met me mee is. Want Mark is op vakantie, dus Henk is er gezellig mee. Maar we hebben alleen maar file. We zijn nu eindelijk in Tilburg. We zitten almost, we are almost there. Bedankt voor het kijken, leuke reacties allemaal. Zoals je weet kun je mij natuurlijk ook gewoon volgen op Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter, TikTok en natuurlijk mijn eigen YouTube kanaal. En natuurlijk, als je er tijd en zin in hebt, mijn nieuwe single stream. Hey, wat zie jij er lekker uit. Hij gaat hartstikke goed. Ik ben heel blij. En ook de reacties op de clip zijn top. Dus ik zou zeggen, jongens, streamen. Wat zie jij er lekker uit.